Voor DVS TV staat de volgende persoon. Ik ben Nessim El Ablak. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben sinds kort voetballer van DVS 33 Ermelo. Maar je hebt al wel langer meegetraind, hè? Ja, dat klopt. Ik heb een tijdje meegetraind omdat ik sinds mei clubloos ben. Nadat ik mijn contract niet verlengd is bij Fortuna Sittard. Vervolgens ben ik nog naar Griekenland geweest om daar nog een. Ik zou in principe daar tekenen voor een jaar plus jaar. Alleen het was niet wat ik voor ogen had. En ik heb uiteindelijk toch de keuze voor mezelf gemaakt om toch terug te keren. Omdat ik toch het plezier graag wilde terug hervinden in het voetballerij. Die ik een beetje ben kwijtgeraakt bij Fortuna. Bij Fortuna Sittard. En zodoende ben ik bij DVS terechtgekomen. En vind je je plezier al een beetje terug? Jazeker. Ik heb het bij DVS zelf heb ik het heel erg naar mijn zin. We hebben een leuke groep. Ik kan met iedereen goed opschieten. Leuke supporters die me wel graag zien. Dus ik voel me gewaardeerd. En ik heb het wel heel erg naar mijn zin hier. En je bent natuurlijk langzaam maar zeker behoorlijk op de deur aan het kloppen voor de basispositie, hè? Ja, dat klopt. Ik ben, ik train, ik doe gewoon mijn ding. Ik ben nog lang niet fit. Ik kom van heel ver. Dat is ook de reden waarom ik niet start, omdat ik ook nog geen 90 minuten kan spelen. Ik moet gewoon langzamer fit worden. En we zien wel wat het gaat brengen. Ik moet zeggen dat je voortreffelijk inviel, hoor, de tweede helft. Dat wil ik wel even kwijt. Ja, afgelopen zaterdag, tegen Stedoco. Ja, dat klopt. Het ging wel lekker, ja. Ik had best wel veel ruimte aan de bal. En op een gegeven moment kom ik ook op het middenveld te voetballen. Waardoor ik in mijn sterkste vak kom om de ballen te... Te verdelen. Het spel te verdelen. Dus ik kwam weer in mijn kracht. Ja, die passes over de breedte met name, die zijn zo strak als een aap. En die komen echt allemaal op de stropdas. Ja, ik heb complimenten. Sinds jongs af aan heel veel daarop geleerd. Geoefend. Het is vooral oefenen. Traptechniek zo goed mogelijk te hebben. En dat is me uiteindelijk na al die jaren goed gelukt. Je hebt het over van jongs af aan. Waar ben je begonnen met voetballen? Ik ben op mijn zesde begonnen bij Zwart-Wit 63 in Harderwijk. Ik ben toen vrij snel... gescout door Ajax. Ik heb daar een half jaar mogen meetrainen, waardoor later door omstandigheden ik daar niet meer naartoe kon gaan. En vervolgens ben ik teruggekomen bij Zwart-Wit 63. Heb ik daar weer een jaartje in de E1 gespeeld. Toen ben ik naar SC Heerenveen gegaan in Friesland. Heb ik daar uiteindelijk 6 jaar lang mogen voetballen. En vervolgens ben ik daar vertrokken, ben ik naar PEC Zwolle gegaan. Heb ik daar ook weer 2 jaar mogen voetballen. En vervolgens ben ik bij Fortuna terechtgekomen. En heb ik 2 jaar in de jeugd gevoetbald, onder 19. En de laatste 2 jaar als profvoetballer in het eerste. Ja. En nu dan DVS. En we wensen je ongelooflijk veel succes. En ook heel veel plezier bij DVS. Hartstikke bedankt. Okay, ik kijk er heel erg naar uit. Yo.